Welkom bij Bollestreek van Toen, een programma dat wij maken samen met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollestreek. Vandaag is de gast Koen Marijt. Met hem gaan we praten over Noordwijk in oorlogstijd. Dat heeft hij al wat vaker gedaan, maar we gaan ons nu weer richten op iets anders. Je hebt altijd mooie verhalen, verrassende verhalen, want we vieren 75 jaar bevrijding. Ja, dat konden we niet vieren. Nee. En nu willen we er toch aandacht aan besteden. Ja. Je gaat een lezing geven. En je bent bezig met een nieuw boek, omdat er dingen geactualiseerd moeten worden. En af en toe kom je bij ons dat updaten en daarover vertellen. Ja. Dan ben ik benieuwd waar we mee gaan beginnen. Ja, het begin van de oorlog dus, begrijp ik. Ja, we beginnen voor de verandering. Bij het begin van de oorlog. Dus dat is dan 80 plus 82 jaar geleden. Ja, even snel gerekend. 1940. Ja, mei 1940 breekt voor Nederland en Noordwijk ook die Tweede Wereldoorlog uit. En het is een hele interessante periode wat er allemaal gebeurt in ons dorp in onze gemeente. Want hoe begint dat dan, hè? Dat zie je nu weer in Oekraïne. Hoe begint het dan? Ja. Het lijkt wel of het er opeens is. Of had het een aanloop? Of hebben Noordwijkers het gevoeld? Of waren hier al militairen? Een heleboel vragen. Heel veel vragen. En jij gaat erover vertellen. Dus nu hou ik mijn mond. Ik ga op elke vraag proberen een antwoord te geven. Okay. Nee, we zijn natuurlijk nu in aanloop naar 4 en 5 mei. Ja. Waar we op 4 mei natuurlijk herdenken wat er x aantal jaren geleden, 82 jaar geleden, gebeurd is. Maar ook op weg naar 5 mei, waarin we onze vrijheid vieren. Ja. En terecht ook dat je dat aangeeft, zeker nu met de actualiteit in Oekraïne, waarin de mensen te maken hebben met een echte heftige oorlog. Die mensen zijn niet vrij. Wij leven wel in vrijheid. Dus zeker in die aanloop naar 4 en 5 mei moet je dat ook wel goed bedenken en goed realiseren dat wij in Nederland en in Noordwijk dus echt die vrijheid hebben en leven. En ook eigenlijk 2 jaar niet gehad nu. Min of meer twee jaar niet gehad. Althans een hele andere vrijheid. Ja, maar toch. Vrijheid van meningsuiting, et cetera, hebben we gelukkig nog steeds. Hadden we afgelopen 2 jaar ook. Maar dat was tijdens de Duitse bezetting was dat over het algemeen wel wat minder. Ja. Maar we hebben toch enigszins aan de vrijheid die we hadden na de Tweede Wereldoorlog hebben we de afgelopen 2 jaar iets moeten inleveren. Ja, beetje gelukkig kan het allemaal nu weer wat meer. Dat merk je wel. Iedereen komt uit zijn winterslaap. Ja. Iedereen gaat op pad. Ja. Op 10 mei 1940 breekt voor Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. In september 1939, 1 september om exact te zijn, vallen de Duitse troepen vallen Polen binnen. Een paar dagen later wordt door Frankrijk en Engeland wordt de oorlog verklaard aan Duitsland. Dan is eigenlijk echt het begin van die Tweede Wereldoorlog. Die Tweede Wereldoorlog waar we al veel van weten. Waar veel over geschreven is, waar veel films over zijn, maar waar nog steeds nieuwe informatie boven komt en ook nieuwe invalshoeken en nieuwe inzichten naar voren komen. Nederland houdt in al die tijd de boot een beetje af. Die hoopt neutraal te blijven. Net als die eerste Wereldoorlog. Ja. Alleen dan op de vroege morgen van 10 mei 1940, dan helaas vallen de Duitse troepen, vallen Nederland binnen samen met België en later ook Frankrijk. Om een doorstoot richting Frankrijk te kunnen bewerkstelligen en Nederland te bezetten. En dan is het einde verhaal eigenlijk met de vrede waar Nederland sinds een hele lange tijd mee te maken heeft gehad. En dan is de oorlog daar. Ook in Noordwijk dus? Ook in Noordwijk, ja. En want ze komen natuurlijk binnen, daaruit dus vanuit het oosten, niet vanuit de zee. Nee, dat klopt. Nederland probeerde in die tijd neutraal te blijven en ook neutraal te lijken richting zowel de Duitsers als richting de Engelsen en de Fransen. Dus wat men doet in die tijd, en dat hebben we het over de mobilisatieperiode, augustus 39 tot en met mei 1940, staat bekend als de mobilisatieperiode. Ja. Dan worden dus duizenden Nederlandse jongens onder de wapenen geroepen. Zij moeten zich melden. De dienstplicht wordt dan ingesteld. En zij melden zich om hun dienst te vervullen. En naast de grens en de diverse verdedigingslinies die Nederland kent op dat moment, onder andere Peel-Raamstelling, de Grebbelinie, allemaal van die namen die nu best wel bekend zijn. Ja. In die tijd was het allemaal nog niet zo bekend, pas door die meidagen en wat er later is gebeurd, hebben die linies bekendheid gekregen. Mm-hmm. Daar worden Nederlandse troepen gelegerd en gestationeerd, maar ook aan de kust. Dus ook hier in Noordwijk worden ongeveer 3000 soldaten van de infanterie, de artillerie
En de cavalerie, dus de jongens met de paarden en de wagens worden gestationeerd hier. En zij moeten eigenlijk de grenzen van Nederland verdedigen. De grens is natuurlijk ook hier in Noordwijk. Maar ze moeten ook een bepaalde neutraliteit in stand houden. Want ja, weet je, Nederland is niet in oorlog. Niet in oorlog met dus Duitsland, maar gedijst, niet in oorlog net als met Engeland. Nu. Ja, en, ja, ze houden zich gedijst. Ja. Maar ze willen ook niet dat ze bijvoorbeeld alleen maar troepen aan de Duitse grens legeren. Nee, ze willen want dan alle... kan het bij de Duitse overheid zo zijn van... hé, maar jullie zeggen neutraal te zijn, maar jullie hebben alleen maar troepen hier gelegerd... en niet voor eventueel de Engelsen. Dus zodoende wordt, in een notendop wordt dan die neutraliteit gewaarborgd. Ja. Hoopt men. Ja. En is er dan al onrust in Noordwijk? Er is zeker wat onrust. Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog. Daar kom je natuurlijk naast de literatuur en de foto's, kom je het ook heel veel in het archief. Je komt heel veel archiefstukken tegen waarin het gaat over die aanloop eigenlijk naar die meidagen van 1940. En daarin zie je heel erg dat de spanning in het dorp best wel oploopt en toeneemt. Zeker als vanaf augustus 1939... die Nederlandse militairen zich melden in het dorp. Diverse scholen worden onteigend, althans onteigend. Soldaten worden daar ingekwartierd. De Noordwijkse jeugd moet elders maar onderwijs volgen. Want ja, die jongens moeten wel ergens een slaapplekje hebben. Was er toen hebben. Ook al een noodwet, zoals nu die noodwet? Ja, in principe wel. En er was gewoon sprake van inkwartiering, waarbij je dus te maken kon krijgen met Nederlandse soldaten die bij jou werden ingekwartierd. Men zocht in eerste instantie voor grote schoolgebouwen. Had ermee te maken dat het natuurlijk makkelijk was om al die jongens daarin te stoppen. Ja. En op het moment dat er dan een noodsituatie zou zijn, en een van de militairen zou dan alle andere jongens moeten gaan waarschuwen. Ja, je kan je voorstellen, als het hele dorp elk huis verstopt zit met jongens, dan moet je elk huis langs gaan om die mensen te waarschuwen. Ja, dat werkt niet. Dus dat werkt niet, dat gebeurde ook niet. Men probeerde het zoveel mogelijk in leegstaande villa's. De villa's die dan niet verhuurd werden. Of de schoolgebouwen daarin onder te brengen. Ja. En dat is een eerste teken eigenlijk in Noordwijk dat er een bepaalde spanning is en dat er iets op komst is. Ja. Men hoopt die militairen ook een beetje te kunnen entertainen. Ik maak vaak ook de vergelijking met het Nederlandse leger van nu. Het Nederlandse leger van nu is veel kleiner dan de dienstplichtigen die we toen de tijd hadden. Want hoeveel zaten er in Noordwijk? We hadden in Noordwijk 3000 soldaten. 3000? Ja, 3000 soldaten. Okay. En die moesten allemaal op een bepaalde manier natuurlijk entertained worden. Want ze zijn hier, ze zijn af en toe aan het oefenen. Ze moeten natuurlijk elke ochtend moeten ze paraat staan. Ze moeten natuurlijk alles netjes gereed hebben. Ja. Ja, er is ook een hele middag en avond om te vullen. Ja. Die vol zit eigenlijk met verveling. En dat zie je in die Eerste Wereldoorlog, maar ook in die Tweede Wereldoorlog. In die mobilisatieperiode. Dat is eigenlijk de grootste vijand van Jan Soldaat, zoals ze dat dan mooi noemen. Dat is verveling. Maar ja, de jongens gaan zich vervelen. Het zijn 3000 soldaten. Ze moeten wel wat te doen hebben, want anders gaan ze maar ravotten. Ze gaan zich vervelen. Ze worden hangjongeren. Het worden hangjongeren. Ja, zo zou je het een beetje kunnen beschrijven. Ja. Dus dat gebeurt ook in het dorp, dat er entertainment komt. Er worden militaire tehuizen opgericht. Mensen worden daar ondergebracht. Of de jongens worden er ondergebracht. Ze kunnen boeken lezen. Er wordt een stukje onderwijs gegeven. Er worden spelletjes gespeeld. Biljart onder andere. Nou, noem maar op. Ja. En ze kunnen natuurlijk ook lekker met elkaar zijn. Ze kunnen grammofoonplaten luisteren, muziek luisteren. Dat ze echt iets te doen hebben qua dagbesteding en dagvulling. En gebeurde dat dan ook in onze bioscoop die we toen hadden, denk je? Was die er toen? Dat is zeker in de bioscopen in Noordwijk. Er waren een aantal locaties waar films werden gedraaid. Werden gedraaid. Ja. Het welbekende Royal in de Voorstraat, daar werden ook voorstellingen gehouden. Ja, ja. Dat gebeurde al tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dan kwamen cabaretiers, muzikanten, noem maar op. Nou, die kwamen daar om voor de soldaten op te treden. Soms kwam de Noordwijkse jeugd, die sniekte dan naar binnen om ook mee te kijken natuurlijk. Ja, ja. Want er kwamen best wel bekende Nederlanders in die tijd kwamen richting Noordwijk om het een en ander te kunnen vertellen of muziek te spelen. En op die manier probeerden ze dus die jongens te entertainen. Ja. Dus die komst van de soldaten is al één waar het in Noordwijk eigenlijk gaat leven. En men leest natuurlijk de krant, men hoort de radioberichten van de oorlog die er is in Polen. En de veroveringsdrang die Duitsland heeft, Nazi-Duitsland.
En er komen ook berichten bijvoorbeeld uit Warschau. Warschau is tijdens die september 1939 is ontzettend gebombardeerd. Er zijn veel mensen om het leven gekomen. Nou, ook weer een vergelijking wat je nu ziet in Oekraïne. Dus de geschiedenis herhaalt zich. De geschiedenis heeft heel veel overeenkomsten. We worden niet wijzer. En een één-op-één vergelijking mag je nooit en ten nimmer maken. Maar er zijn wel bepaalde punten. Ja, maar dat is algemeen bekend al. Dat is zo. Ja. En dan komen die berichten van Warschau komen binnen. En die komen ook hier in Noordwijk. En dan wordt op een gegeven moment door burgemeester van de Mortel. Dat is de burgemeester van Noordwijk, die men heeft vanaf 1934-35 uit mijn hoofd. Die berichten komen binnen bij hem en die denken van ja, wat moeten we gaan doen? Moeten we noodloopgraven, schuilloopgraven, moeten we die gaan aanleggen? En dat zijn loopgraven, niet om je te verdedigen, om in te vechten. Maar dat zijn dus ondergrondse gangetjes of loopgraven zoals we die kennen, ook van televisie nu. Waarin mensen zich kunnen verstoppen, verschuilen op het moment dat er even een luchtaanval binnenkomt. Ja, ja. En dat soort verhalen komen allemaal naar voren en naar boven. Dus de spanning neemt ook wel toe en dat wordt ook wel gevoeld. Jeetje. Ja, en ik probeer me dan een beetje te verplaatsen in die tijd. Hè? Want enerzijds vinden die jonge meiden vast wel leuk, al die mooie mannen in het dorp. Ja. Maar ondertussen, die ouderen maken zich zorgen. Die denken, wat gaat er gebeuren? Dan komt er uiteindelijk in Noordwijk ook een vliegtuig aan, of niet, of wel? Want dan is er iemand die heeft iets slims bedacht. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is een mooi verhaal. Dat is eigenlijk op die meidagen van 1940. Die meidagen, als je die stukken leest, zijn heel interessant. Omdat we hebben begin mei zijn in Noordwijk de bloemenfeesten. Precies, daar gaan we zo naar kijken. De welbekende bloemenfeesten, waarbij er het hele dorp vol zit met mozaïeken en noem maar op. Ja. En het is prachtig weer. In die periode, dus mensen, net als nu? Net als nu, en mensen hebben helemaal geen weet van dat er eventueel over een aantal dagen dan die oorlog gaat komen. Ja. Dus het is een hele interessante periode als we daar naar kijken. En dus gaan we ook even naar de plaatjes kijken. Ja. Want een bloemenfeest, je zei het al. Ja. Wat zien we hier? Nou, we zien hier een versierde wagen van de Nederlandse militairen die meedoen met de bloemencorso in Noordwijk. Dat is toch ongelooflijk. We hebben net de bloemencorso gehad, 75 jaar voor de 75ste keer. Maar bloemencorso was ook voor de Tweede Wereldoorlog was het al een dingetje. Dus ik ben al stukken tegengekomen uit de jaren 20. Dat wordt gesproken over een bloemencorso in Noordwijk. En dan denken we niet aan de praalwagens die er nu zijn. Maar wel aan de kleinere wagens. En mensen op bakfietsen versierd met bloemen, et cetera. En dit is een van de wagens die door de Nederlandse militairen wordt gebruikt tijdens die bloemenfeesten van 1940. Ooit in 1937 door de heer Van Wely, de welbekende banketbakker, bedacht om een bloemenfeesten te organiseren in Noordwijk. Want in het hoogseizoen, juni, juli, augustus, waren er genoeg gasten. Maar in het voorjaar, zeker april, mei, had Noordwijk niet zo heel veel mensen of niet zo heel veel badgasten. Dus hij dacht, kunnen we misschien die bloemen combineren met het badleven, met het strand. En zo ontstaat in 1937 dus de welbekende bloemenfeesten. De burgemeester van de Mortel noemt het ook wel prachtig La Plage Fleurie. De bloemenbadplaats is daar uiteindelijk ook uit voortgekomen. En een van de onderdelen is de bloemencorso. En daar doen deze militairen dus aan een mee. Tank. Ja, een tank? Een tank, ja. Een van de, ik vind het wel leuk om te vertellen. Een van de weinige tanks. Geen echte tank, maar het is gewoon een wagen versierd als tank zijnde. Ongelooflijk. Hier trok dus het Nederlandse leger in mei 1940 mee ten strijde. Maak ik er altijd als grapje dan bij. Maar Nederland had in die tijd had men één tank. Dat was een Renault tank. En die werd voornamelijk gebruikt voor demonstratiedoeleinden. Ze hadden natuurlijk wel heel veel panzerwagens, of een aantal panzerwagens. Ja. Maar ze hadden maar één tank. Dus ik vind dit plaatje allemaal leuk geweldig, om te laten zien. Maar dat het is een wagen versierd als tank. Ook misschien een beetje om de schijn richting de vijand aan te houden. En om versierd met bloemen ten strijde te brengen. En moesten de jongens ze zelf versieren, denk je? Is dat bekend? Dat denk ik niet. Dat is een hele goede vraag. Dat denk ik niet. Want je kunt je voorstellen, het versieren van dergelijke wagens was natuurlijk wel een kundigheid. Wat we ook de afgelopen tijd hebben gezien. Ja. Dus ik denk gewoon dat zij misschien hielpen met het brengen van de bloemen richting de wagens. En dat zij door de Noordwijkse bevolking wel geholpen zijn met het daadwerkelijk steken van de stukken. Mooie plaatjes. Maar wat je zei, hier nog één. Ja, het dorp zit dus ook vol met mozaïeken. Dit is een van die mozaïeken. Oude Jeroen? Ja, dit is het juvenaatsgebouw. Ja. Vroeger was dat het eerste huis van de tennisbaan. Sint-Jeroenskerk, ja. En dit is het Rooms-Katholieke juvenaatsgebouw, wat uiteindelijk uit Noordwijk aan Zee afgebroken is en in Noordwijk binnen weer opgebouwd is. En hier worden dus ook die militairen gelegerd. Mensen kunnen hier de snert eten.
Wel bekend in die tijd, Ratskuug en Bonen. Ja. Maar ook Snert was in die tijd ook een soldatenmaaltje. Een van de nummers die ook gespeeld wordt is Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Nou, ja, dat kwam in die tijd helemaal naar voren. En men dacht, nou, laten wij ook meedoen aan die mozaïeken met die bloemenfeest. Leuk. En laten we een tafereel, een dagelijks tafereel voor die militairen, de dagelijkse Snert, althans in ieder geval de dagelijkse pap die zij te eten kregen, laten we die laten zien. Een prachtig tafereel van ze zien er nog heel vrolijk uit. Van die mobilisatiedagen. Goed gevoed, ja, mobilisatiedagen, ja. Ja. Maar wat je zegt, het was een mooie dag. Het was een mooie dag. Zeker, ja. Ja. Dat hoor je altijd, 10 mei was het, hè, dat het echt allemaal begon. Ja. En toen was er een generaal. Een Nederlandse commandant. Een Nederlandse commandant. Een Nederlandse commandant. En die was, dat was de commandant die in Noordwijk gelegerd was. Ja. En die in de vroege morgen van 10 mei 1940... hoort men vliegtuiggeronk. Men denkt in eerste instantie, en zo slim waren die Duitsers, dat die vliegtuigen richting Engeland trokken. Want men wist wel, nou, die vliegtuigen komen uit het oosten, dat zullen vermoedelijk Duitse vliegtuigen zijn. Dus die vliegen vermoedelijk richting Engeland. Men hoopte en dacht natuurlijk niet dat het een aanval op Nederland zou zijn. Maar die vliegtuigen vliegen over Nederland en over Noordwijk heen en draaien op de Noordzee eigenlijk terug richting Nederlands grondgebied. En dan ziet men eigenlijk dat het serieus is en dat men wordt aangevallen. En de Nederlandse commandant in de vroege ochtend die snelt richting de boulevard, richting de Wilhelmina Boulevard. Op dat moment nog Noordboulevard geheten. En die kijkt waar de vliegtuigen naartoe gaan. Er zijn namelijk twee strategische doelwitten hier in de regio. Vliegveld Valkenburg en vliegveld De Ruigenhoek. Ja. Grens Noordwijk-Noordwijkerhout gelegen. Bij de Sancta Maria onder andere. Bestaat verder niet meer. Er is ook weinig van over. Maar dat was een van de vliegvelden die door Nederlandse vliegtuigen werd gebruikt om op te stijgen en eventueel aan te vallen. Okay. Dus die commandant staat op die boulevard en die kijkt waar gaan die vliegtuigen naartoe. Ja, je kan het je een beetje voorstellen. Ja. En die ziet dat die vliegtuigen richting Valkenburg trekken. En hij sommeert een deel van zijn troepen ook om richting die kant op te gaan. Ondertussen landen die Duitse vliegtuigen, dat zijn de Junker vliegtuigen. Daar hebben we zo meteen ook voor mij nog een plaatje van. Die landen dus in de omgeving. Hier onder andere... Is dat deze? Ja, dat is een van de Junker vliegtuigen. Daar zitten de Duitse troepen in. En het plan was om vliegveld Valkenburg op de volgende manier in te nemen. Een gecombineerde aanval met parachutisten. Dus jongens die met een parachute naar beneden komen. En als dan het vliegveld eenmaal veroverd was, dan zouden dit soort Junker vliegtuigen met troepen zouden landen op het vliegveld. De troepen zouden uitstappen. De troepen zouden dan versterking bieden en eventueel aanvallen uitvoeren. En die vliegtuigen zouden dan weer opstijgen richting Duitsland om nieuwe troepen op te halen. Leuk detail of interessant detail is dan ook wel weer dat het vliegveld Valkenburg was nog in aanbouw. De grond was behoorlijk slap. Die vliegtuigen waren behoorlijk zwaar. Men had daar niet goed rekening mee gehouden. Dus die vliegtuigen die landden op het vliegveld, wat nog in aanbouw was. En die zakten eigenlijk met hun wielen zakten ze naar in de bodem van dat vliegveld. En dat is hier gebeurd? Dat is hier gebeurd. Maar dit is bijvoorbeeld een tweede of derde golf van die vliegtuigen. Want op een gegeven moment, dat moet je een beetje voorstellen, staat het vliegveld vol met vliegtuigen. En die andere vliegtuigen die uit Duitsland komen, kunnen niet meer landen. Dus moeten ze andere uitwijkmogelijkheden zoeken. En een daarvan is dus de Rijksstraatweg, waarin men dan probeert te landen. Dus zodoende zie je heel veel van dit soort afbeeldingen in de meidagen. Jezus. Niet dat dit het eerste doel was van hen. Nee. Maar zij moesten andere middelen moesten zij vinden. Maar zo'n vliegtuig is dus niet meer te gebruiken eigenlijk. Nee, zo'n vliegtuig is niet meer te gebruiken. Verloren. Ja. Jeetje. Ja, en die Nederlandse commandant die dat dus ziet. Ja, want daar waren hebben we daar een foto van? We hebben een foto van een van de commandanten. Ja, is dat dit? Ja. Een van de commandanten, waren natuurlijk meerdere commandanten, maar hij was de hoofdcommandant hier. En hij besluit uiteindelijk om, als hij die vliegtuigen dus richting Valkenburg ziet gaan, en hij ziet ze ook daar daadwerkelijk landen, hij denkt van ja, weet je, misschien komen die vliegtuigen wel richting Noordwijks grondgebied. Dus wat hij besluit, en dat is prachtig om te zien. Ja. Dat is ook in de archiefstukken is dat waar te nemen. Dat zijn gevechtsverslagen die gemaakt zijn na die meidagen van 1940. Daarin wordt eigenlijk een verslag gelegd door de Nederlandse soldaten. Van ja, wat is er nu precies gebeurd en kunnen we die gebeurtenissen, kunnen we die duiden? En hij beveelt, of hij besluit eigenlijk om de badkoetsen die Noordwijk kent. We hebben natuurlijk heel veel badkoetsen in die tijd. Die staan netjes opgesteld te wachten op de badgasten. Nou ja, die in mei niet gaan komen. Maar die staan netjes opgesteld en hij besluit en hij geeft het bevel aan zijn soldaten om die badkoetsen die er zijn op het Noordwijkse strand, om die te verspreiden over het gehele strand, zodat die vliegtuigen niet daar kunnen landen. En er is een prachtig archiefstuk, is daarvan in het archief.
En dat geeft dus ook, dat is die andere. Deze? Ja, dat geeft dit stuk dus ook aan. En dat geeft dus weer, waarin hij dus aangeeft van nou, ik zie de vliegtuigen zie ik aankomen. Kun je het stukje ja, daar staat, inmiddels naderen nu ook vliegtuigen uit de Noordoost, boven het strand. En daar het mij toen scheen dat zij probeerden te landen, liet ik de op het strand staande badwagens zo verspreiden dat landen op het strand niet meer mogelijk was. Fantastisch. Het is een prachtig archiefstuk en je kunt het je helemaal voorstellen en een beetje inbeelden op het moment dat je daar staat. Je hoort die vliegtuigen. Natuurlijk, het is een angstige periode, ja. Maar je ziet het voor je. En dat je dan, nou ja, Nederlandse soldaten, Nederlandse militairen, die badwagens op dat strand met die wagens aan de gang ziet gaan. Ja. Interessant is dan ook wel weer, dat wil je als historicus dan weten, ja, zijn hier foto's van? Nou, tot nu toe hebben we ze helaas nog niet kunnen vinden. Want waar vind je dit stuk? Dat is een fantastisch stuk. Dit is stuk. Een stuk uit die gevechtsverslagen die gemaakt zijn na de meidagen van 1940. Ja, maar waar liggen die dan? En dat bevindt zich in het archief van het NIAM. Van het NIM, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ja. En men heeft getracht om na die meidagen van 1940 allerlei verslagen uit het hele land van soldaten op te stellen om die meidagen, die na 5 dagen al voorbij waren, die oorlog, om dat ook te kunnen duiden. En daar vond ik deze dus. Wauw. Moet je dan lang zoeken? Graven? Dat valt op zich nog wel mee, want heel veel van deze stukken zijn gedigitaliseerd. Oh, dus je toetst iets in en dan komt dit tevoorschijn. Alleen je moet dus zoeken op een aantal zoektermen. Ja. Noordwijk is een hele goede, Noordwijkerhout, Valkenburg, noem maar op. En badkoetsjes, de oorlog. En nou, daar zoekt hij dan weer niet op, dat is dan weer jammer. Jammer. Maar bijvoorbeeld wel het regiment wat hier heeft gezeten. Een van de infanterieregimenten was het 4e regiment infanterie, het oude 4e. Had ook in Leiden een aantal troepen gelegerd. En als je daar bijvoorbeeld op zoekt, dan krijg je alle verslagen die verband houden met de oorlogshandelingen die hier hebben plaatsgevonden. En dit geeft een prachtig tafereel weer hoe dat dan gebeurd is. Ik ben nergens anders stukken tegengekomen waarin wordt aangegeven dat het gelukt is door de Duitsers om vliegtuigen te landen op het strand. Nou, dat kan een 2 redenen hebben. Of dit was een succes. Ja. De badwagens waren zo verspreid dat ze niet konden landen. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen van het doel was vliegveld Valkenburg. Om in Noordwijk te landen. Of het was vloed. Of het was vloed, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Als het app is, dan zou je toch een poging kunnen wagen. Ja. Maar om nou in Noordwijk te landen en dan het stuk helemaal lopend af te leggen richting Valkenburg. Er zijn namelijk wel foto's bekend dat in Katwijk wel vliegtuigen geland zijn. Echt? Ja, op het strand. Maar daar zijn dus geen foto's van bekend dat er badkoetsen verspreid zijn. Dus, misschien ik vind het wel een mooi verhaal. Het is een prachtig verhaal wat erbij hoort, zeker. Ja. Leuk. Nu hadden we dit ook. Ja, dit was ook een van de archiefstukken waarin wordt aangegeven mei. Op 12 2 dagen mei. Later dus. Dus we zitten nog in die oorlogstijd. Ja. Waarbij de commandant van de groep Leiden, waar dus ook Noordwijk onder valt, die krijgt dus de opdracht om rekening te houden met vijandelijke troepen in autobussen op de boulevard. Dat was een gevaar voor een soort 5e kolonne. Ja. En men was ook bang, en de verhalen gaan ook de ronde, dat Duitse soldaten zich verkleed zouden hebben als nonnen. En op die manier achter de Nederlandse linies terecht zouden komen. Het zijn wilde verhalen die de ronde doen. Die dan uiteindelijk op de boulevard aan zouden komen uit die bus zouden stappen, verkleed als non zijn. Nou, ook dat kun je helemaal voorstellen. Dat ze dan zich, omkleden en dat daar opeens dan Duitse soldaten zijn. Men had dat soort geruchten gingen de ronde. Ook het Nederlandse leger, het opperbevel, moest dat natuurlijk een beetje in de gaten houden. Dus een van de opdrachten was om rekening te houden met vijandelijke troepen in autobussen op de boulevard. Wat wel gebeurd is, is dat, en dat is ook een van de verhalen die in het boek van Slats over Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog naar voren komt. Het gerucht dat er veel parachutisten zouden landen ten noorden van Noordwijk, ten noorden van de vuurtoren. En dat zodoende verschillende bosjes ook in de brand zijn gestoken door de Nederlandse troepen om die jongens weg te vagen. Mm-hmm. Later wordt dat als een broodje aapverhaal afgedaan, want er zouden helemaal geen parachutisten daar geland zijn. Maar daadwerkelijk in dit soort verslagen komt dus naar voren dat er een vliegtuig vermoedelijk uit de richting is geraakt of aangeschoten is door Nederlandse luchtdoel afweergeschut. En daar zijn dus daadwerkelijk Duitse parachutisten opgepakt en gearresteerd door de Nederlandse militairen. Dus dat verhaal is dan weer gedeeltelijk bevestigd. Ja, want daar staat wel melding van de groep Harlem dat 5 vijandelijke vliegtuigen geland zijn in Noordwijk. Ja, klopt. Ja, dat zijn allemaal meldingen die heen en weer gaan.
je kunt je voorstellen, wat is Noordwijk? Wordt daar echt het dorp bedoeld of wordt daar de gemeente bedoeld? Ja, ja, ja. En is het waar wat hier gemeld wordt? Onderzoek ingesteld, ja, ja. Doch geen landing geconstateerd. Nee, nee. En dus te gaan, weet je, ja, er gaan allerlei verhalen de ronde, allerlei geruchten gaan de ronde. Ja, de waarheid sneuvelt dat als eerste, ja, hè? Ja, zeker in een oorlog, ja. Zeker, ja. En het zijn prachtige stukken die woelige en angstige meidagen van 1940 weergeven. Paniek? Haal je er een beetje paniek uit? Ja, zeker. Ja, er is zeker wat paniek. Er is ook een bepaalde spanning. En er is een bepaalde, men is ook wel, benieuwd en nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. De Noordwijkse jeugd kijkt natuurlijk uit, zeker. Ja. En dat zijn ook verhalen die dan worden verteld over dat ze Rotterdam hebben zien branden op 14 mei na het bombardement. Op de kerk zou je het kunnen zien. Het zou kunnen, maar dat ze die vliegtuigen en die parachutisten hebben zien landen in Valkenburg, dat is een ding wat zeker is. Want dat heeft men aan moeten zien komen. Ja. Tja. Even kijken, dan hebben we deze foto. Ja, dit is een nog een Wilhelmina, hè? Ja, dat is onze Wilhelmina. Koningin Wilhelmina op de later naar haar vernoemde boulevard. Nu andersom, Ja, dit is april 1940, dus nog een maand. Ervoor? Ja, een maand ervoor. Toen kwam zij die groepen expert. Ja, ze gingen inspecteren, een inspectietocht. De Nederlandse militairen in vol ornaat met fiets. Die fiets zie je vaker en ook later ook terug films, tijdens die Tweede Wereldoorlog, films, maar ook in films. Ja. En zij houdt hier een inspectieronde, inspectietocht langs die Nederlandse troepen. En deze foto is uiteindelijk ook de inspiratie geweest om het standbeeld, wat nu op de Koningin Wilhelmina Boulevard staat, om dat neer te zetten. Ze staat het is een exacte kopie van deze foto, een statige vrouw. Ja. Was het natuurlijk ook. Deze foto is er gebruikt om dat standbeeld weer te geven. En ook op de plaquette die bij het standbeeld staat, geeft aan dat dat standbeeld gemodelleerd is na een foto van en een gebeurtenis van april 1940. Ja. Toen het dus nog niet zo ver was. Iedereen is nog een beetje, relaxed niet, maar het is ook nog niet hard weglopen, geblazen, zullen we maar zeggen. Jeetje. Je had het over het boek van Slats. Ja. Wanneer is dat boek geschreven? Dat boek is uit 1975. Dus dat is een hele lange tijd terug. En er zijn in de tussentijd zijn nieuwe archiefstukken bovengekomen. Die gevechtsverslagen bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Er zijn nieuwe foto's bovengekomen. Ja, want hij had nog niet kon gebruik maken van het digitale allemaal. Nee. Dan is het toch ook knap dat hij zoveel heeft verzameld. Het is heel knap, verzameld. Ja, het is heel knap. Hij heeft ook geleefd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook werkzaam bij de gemeentepolitie van Noordwijk. Hij was geen agent, maar hij was een ambtenaar bij de gemeentepolitie. Dus hij heeft ook allerlei dingen voorbij zien komen vanaf 1940, 41 tot aan het einde van die Tweede Wereldoorlog. Aan de ene kant was dat voor hem een voordeel, want hij kon alles vanaf het begin kon hij meemaken en zien. Precies. Aan de andere kant maakte dat ook wel dat hij, komt ook in zijn boek naar voren, alle credits voor die man, want het is een prachtig werk. Zeker met inderdaad de techniek van die tijd en hetgeen wat hij allemaal kon verzamelen. Maar hij geeft ook een vrij gekleurd beeld weer van die oorlog. En op het moment dat je er dichtbij staat, kan het dus fijn zijn als toeschouwer van zo'n gebeurtenis. Omdat je dan van veel verschillende feiten als eerste op de hoogte bent. Ja. Maar het kan later voor het schrijven van geschiedenis juist beter zijn om afstand te hebben. Ja. Want dan krijg je een overview en dan krijg je een blik van buiten om die situatie en de gebeurtenis te kunnen duiden. Ja. En dat is nu iets wat wij in Noordwijk met een aantal historici willen gaan doen. Onder andere ook Willem Baalbergen van Moby Dick. Wij zijn bezig met een nieuwe publicatie over Noordwijk en die Tweede Wereldoorlog. Ik ga hier geen datum geven wanneer het af is. Want want neem je tijd. Je weet hoe het gaat met boeken schrijven. Er komt altijd weer wat bij. Dat loopt altijd uit. Ja. Maar ik zie wel dat door de afgelopen jaren mensen in contact bent gekomen. Bijvoorbeeld Nicoline van der Spek, die een prachtig boek heeft geschreven. Ja. Twee prachtige boeken heeft geschreven. Ja. Ontzettend goed en gedegen onderzoek ook doet. Mark Selmans. Ja. Noem ze maar op, Michel van Dam, Willem van Haak. Ja, en die zijn ook van die opnoemen. Gavers, ja, hè, Mark ook. Die komt steeds meer. En dat is de kracht van hen. Zij graven, zij onderzoeken. Ja. Het zijn echte onderzoekers zijn het. Ja, ja. En dan wordt straks de brei. De brei wordt verzameld. Ja. En dat wordt dan tot een boek verheven. En als je dan ziet wat je de afgelopen jaren al door contact met die mensen, de gesprekken die je voert, hetgeen waar ze naar voren zijn gekomen, archiefstukken.
leuke invalshoeken, noem maar op. Ja, dan kan het niet anders zijn dat je straks weer een nieuwe publicatie moet gaan maken. Waarin ook bijvoorbeeld andere onderwerpen. Onderwerpen waar ik bijvoorbeeld ook op 5 mei over zal spreken tijdens een lezing. Je gaat een lezing geven? Op 5 mei over zal spreken. Waar? In de oude Jeroenskerk. Ja, in de oude Jeroenskerk. 5 mei, ja. Oké. En dat gaat over bijvoorbeeld gevaar van bovenaf. Luchtaanvallen in Noordwijk. We hebben een aantal bombardementen gehad. Hoe zijn die bombardementen tot stand gekomen? Is het een vergist bombardement geweest van de geallieerden? Was het een bewuste aanval op een doelwit in de buurt? Maar hebben ze jammerlijk genoeg, het gaat over 1941 en 1943, het afwerpen van bommen was in die tijd nou nog niet zo nauwkeurig als later in de oorlog. Hebben ze een foutje gemaakt? Mm-hmm. Maar ja, wel met cruciale gevolgen. Ja. Namelijk mensen om het leven zijn gekomen. En Slot schrijft in zijn boek, schrijft daar wel het een en ander over, maar nog niet zo diepgravend van wie zijn het geweest? Waarom is het gebombardeerd? Het Noordwijkse verzet. Noordwijk heeft een verzet gehad. Ja. Daar is best wel wat over te vertellen en te schrijven. Maar ja, dat zijn van een paar van die onderwerpen waar Slats wel lichtjes iets over geschreven heeft, maar waar nog veel meer verdieping in te vinden is. Ja, laten we zeggen, mensen in het verzet waren anoniem vaak. Ja, klopt. Ja. En dat is dus ook het lastige voor historici. Ja. Die zaken moesten anoniem gebeuren. Zaken werden over het algemeen niet opgeschreven of pas na de oorlog. Je kijkt wel en als het uit. Na de oorlog werd opgeschreven, dan moet je als historicus natuurlijk altijd weer denken, schrijven, klopt het? Is het waar? Wilden ze zichzelf niet een beetje beter voordoen dan het daadwerkelijk tijdens de oorlog of de bezettingstijd is gebeurd? En daar krijg je dus mee te maken als je onderzoek doet. Maar ja, dan kom je dus langzaam archiefstukken tegen die uit het NIM bijvoorbeeld zijn. De groep Albrecht. Groep Albrecht was in Nederland een verzetsgroep die voornamelijk het doel had om militaire inlichtingen te verzamelen. Militaire inlichtingen zoals waar liggen de Duitse verdedigingslinies, waar liggen de Duitse bunkers. Nou, in Noordwijk hebben we natuurlijk heel veel bunkers gehad. En dan is de vraag, wat doen we daarmee? Dus die groep Albrecht is ook in Noordwijk en omgeving actief geweest. Die heeft alle informatie en echt nauwkeurig, dat je echt denkt van hoe bestaat het in die tijd, bijgehouden. Waar liggen de bunkers? Wat voor bunkers zijn het? Wat voor geschutstellingen staan er? Wat is het kaliber wat gebruikt wordt? Noem maar op. Wat voor Duitse eenheden? Want we hebben natuurlijk verschillende eenheden gehad hier in het dorp. Van de Waffen-SS tot Kriegsmarine tot Weermacht. Nou, ga zo maar door. Alles werd bijna van dag tot dag bijgehouden, zeker in 1944-45. En al die informatie kun je dan weer gebruiken om de situatie van Noordwijk en die Tweede Wereldoorlog weer te kunnen duiden. Want in zo'n boek ga je ook niet echt opsommen, toch? Dat is dan toch niet leuk voor zo'n boek? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het zal een goede combinatie worden van tekst en afbeeldingen. Want dat is uiteindelijk wat je wilt. Maar ook omdat in afbeeldingen, we hebben net al gezien, kun je zoveel meer informatie halen dan loop erop en kijken. Een fotootje. Ja. En het wordt een boek waarbij nieuwe verhalen naar voren zullen komen. En dat probeer ik dus ook op die lezing te doen op donderdag, 5 mei. Donderdag 5 mei, donderdagavond. Gratis toegang voor iedereen die wil in de Oude Jeroenskerk. De lezing begint om 8, inloop vanaf half 8. Mm-hmm. En ik zal proberen om een aantal onderwerpen die de afgelopen jaren nog niet echt veel aandacht hebben gekregen, of die eigenlijk een beetje onderbelicht zijn geweest, om die wat meer aandacht te geven. Mm-hmm. Natuurlijk vorige uitzending ook al een keer gehad over de Noordwijkers in Duitse dienst. Een onderwerp wat ook heel mondjesmaat eigenlijk aan de orde is gekomen de afgelopen jaren. Ja, daar hebben we best wat reacties over gekregen. Oké, En je merkt dat leeft en dat ook gaat leven. En al die facetten, en dan kan je zeggen, maar dat zijn de foute mensen geweest. Die waren aan van de verkeerde kant. Nee, maar dat heb je mooi verteld, zei men. Dus, al die stukjes tezamen, je kan het een beetje zien als een taartstukje. Al die stukjes tezamen maken de complete taart, maken het complete verhaal. Waarbij die taart dan ook nog weer verschillende lagen heeft. Sociaal-economisch, demografisch, hoe zit het met de bevolking wat betreft evacuaties die hier plaatsvinden. Noem maar op. Er is van alles en nog wat te vertellen. En al die puzzelstukjes tezamen maakt het verhaal van Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog, als je over het verhaal kan spreken, want er zijn heel veel verhalen. Ja. En de vraag is ook altijd, kun je komen tot één verhaal dat jaren blijft staan? Ik denk het niet. Maar het is wel weer een aanzet. In ieder geval sinds Slats en hetgeen wat nu allemaal naar voren en boven is gekomen met al die archiefstukken, om gewoon het verhaal weer een keer uit de doeken te doen. En ook op mensen die bijvoorbeeld in de familie iets hebben meegemaakt, slachtoffers van een bombardement, of mensen die waarvan hun ouders NSB'er waren, om ook hun geschiedenis recht te doen. Want zij worden eigenlijk sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog tot, laten we zeggen, jaren 70, 80,
zijn zij vergeten. Want ja, zij mogen niet over de oorlog spreken, zeker niet van de Duitse zijde, van de NSB-zijde. Want ja, zij waren fout en slecht in de oorlog. Mm-hmm. Maar ook hun geschiedenis doet ertoe. De NSB'ers zijn na mei 1945 opgepakt, ook die voorperiode in de bevrijde gebieden van Nederland. En die zijn ook best wel, niet netjes. Die zijn echt wel schurkachtig behandeld door Nederlanders. Jongens van de binnenlandse strijdkrachten onder andere. Geen eten, geen drinken, plunderingen, verkrachtingen, noem maar op. Het is allemaal erg om te noemen, zeker als je nu kijkt wat er in Oekraïne gebeurt. Maar dat gebeurde in die tijd gebeurde dat ook. En dat gebeurde met de foute Nederlanders, zoals men dat dan noemt en ziet. Nou, vorige keer al gezegd, er is een heel grijs gebied. Maar ja, ook die verhalen, daar zitten familieleden nog mee. En ook die verhalen moeten verteld worden. Ja, want je ziet nu in Oekraïne wat een chaos het is. En in die chaos, die we hier ook hebben gehad, zie dat maar eens uit elkaar te trekken. Van wat klopt, wat niet. Ja. Wie spreekt de waarheid? Ja. Wie valt wie aan? Ja. Ik kan er geen soep meer van maken. Nee, en dat is uiteindelijk. Kijk, wij krijgen natuurlijk ook vanuit de Nederlandse media krijgen wij berichten binnen. Ook die zijn deels gekleurd. Wij hopen altijd dat wij natuurlijk. We krijgen altijd beter nieuws dan ze in Rusland krijgen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Maar het nieuws wat wij krijgen is ook gekleurd. Ja. Is vaak pro-Oekraïne en anti-Rusland. Dus kom je ook bij een neutraal verslag? Ja, dat is de vraag. Dan moet je voor jezelf moet je wikken en wegen. En voor jezelf moet je dan ook tegenwoordig nadenken. Wat voor soort media bekijk ik? En ben ik het met bijvoorbeeld één bron niet eens? Kijk dan een keer bij een andere bron. Ja. En het mooiste is natuurlijk als je verschillende bronnen naast elkaar houdt. Ja. Om dan te proberen tot een eenduidig antwoord te komen als dat kan. Om in ieder geval jouw vraag te kunnen beantwoorden. Ja. En soms, en zeker in oorlogstijd, is dat heel lastig. En zeker met de fake news die we nu hebben. Nou. En de afbeeldingen die verdraaid kunnen worden. Waarbij en er worden afbeeldingen gebruikt van 10 jaar geleden ergens. Ja, en dat is dus het grote gevaar. Maar goed, dat gebeurde tijdens die Tweede Wereldoorlog ook al. Dan gebruikte men ook bijvoorbeeld foto's van slachtoffers van bombardementen. Heel ergens anders in Nederland. Maar werd dat gebruikt om door de Duitsers of tegen de Duitsers om propaganda te bedrijven en uit te voeren. Jeetje, maar hoe maak je dat dan zuiver? Dat is heel lastig. Daar zijn jullie voor, om dat uit elkaar te pluizen en te controleren op echtheid. En dan is er tot slot een mooie film. Ja, klopt. Ja. Gemaakt, Leven aan de grens van het Derde Rijk. Ja, we zien het plaatje hier. De jonge en veelbelovende, in mijn ogen, documentairemaker Aaron Goris. Echt een Noordwijker. Woont nu al een aantal jaar in Oeganda, in Afrika, waar hij documentaires maakt. En die is een aantal jaar geleden begonnen met deze prachtige documentaire over Noordwijk in de bezettingstijd. Men spreekt vaak over Noordwijk in oorlog, maar eigenlijk, als je het goed historisch ziet, heeft Noordwijk 5 dagen oorlog gehad. Namelijk van 10 mei tot 15 mei 1940. Daarna begon de bezettingstijd. Althans, zo zou je dat kunnen noemen en duiden. In de zin oorlog dat hier bommen en granaten generaal. Ja, en Nederland was na 15 mei 1940 had gecapituleerd. Dat was officieel niet meer echt in de oorlog. Natuurlijk, de Nederlandse overheid in Engeland zette de oorlog nog voort. Maar om historisch te kunnen duiden, hebben we het dan vaak over bezettingstijd. Ja, zo is goed dat je dat zo uitlegt, want dat staan we niet altijd bij stil. En Aaron heeft dus over Noordwijk prachtige interviews gehouden met Noordwijkers die als kind zijnde de oorlog hebben meegemaakt. En het is daadwerkelijk prachtig weergegeven en neergezet door hem. De documentaire is al vorig jaar in de Muze is die verschenen. Hij zou een aantal keer draaien, maar toen kwam natuurlijk weer de herleving van het coronavirus. En nu dachten wij in samenwerking ook met de Muze, want daar draait hij in Noordwijk, op vrijdag 29 april om 2:30. Smiddags. Goed om erbij te zetten, smiddags. Ja. Maar mocht je moeten werken of je werkt thuis, ik zou zeker gewoon even een aantal uurtjes vrij nemen. Of desnoods hou je het een week later, hou je die uurtjes weer in. Want het is een prachtige documentaire. Maar waarom in de middag? Waarom niet in de avond? Omdat wij ook gekeken hebben naar het tijdschema, de beschikbaarheid. Maar ook van, wat is de doelgroep die hier over het algemeen naartoe zou willen. En we merken dan toch dat de oudere generatie ontzettend veel interesse heeft in het Noordwijk van toen. Gelukkig ook steeds meer jeugdigen. Maar daarom hebben we daarvoor min of meer gekozen. En het moet natuurlijk ook passen in het schema van de Muze. Want de Muze mag natuurlijk eindelijk nu eens, na al die tijd dat ze dicht waren, concerten, voorstellingen, et cetera. Dus het moest er een beetje tussen. Moest er ook tussen. En je hebt de film al gezien. Ja.
Ja. Wat vond je het meest indrukwekkend uit de film? Er zijn een aantal hele aangrijpende verhalen. Ja. Vooral de verhalen van nou ja, de jeugd van Noordwijk, hoe zij het hier ervaren hebben. Toch ook wel een beetje als een vrije tijd. Als een vrije periode. Vrij buiterig, een beetje. Vrij spannend, buiterig, hè? Zeker. Kijk, jongetjes spelen vaak pief, paf, poef. Ja. En dat speelden zij ook, heb ik begrepen. En de combinatie van het script, zoals het geschreven is voor de documentaire. De interviews die Aaron gehouden heeft met de mensen. De verhalen die zij vertellen. De muziek eronder. De afbeeldingen die gekozen zijn. Die ook een compleet beeld geven. Maar vooral de verhalen van de mensen. Er is één verhaal dat gaat onder andere ook over hetgeen wat uiteindelijk na mei 1945 in Noordwijk gebeurt. Namelijk een soort van de terechtstelling van Noordwijkers die fout zijn geweest. De zogenaamde moffenmeiden. Ja. En ja, dan zie je gewoon dat iemand die daar verder, waarschijnlijk tijdens de oorlog altijd dacht van ja, dat zijn inderdaad de slechterikken, et cetera. Die nu na al die jaren tot bezinning en inkeer is gekomen van ja, wat wij toen deden was ook niet goed, was ook fout. En dat maakte op mij zelf de meeste indruk, omdat ik natuurlijk zelf met dat thema en dat onderwerp al jaren mee bezig ben. En dat trok het in het perspectief. En het leuke is, ik heb dan zelf samen met Willem Baalberg ook een kleine bescheiden bijdrage mogen leveren aan die documentaire. En bij de première had ik de documentaire nog niet gezien. Maar toen ik helemaal wegging, had ik wel een brok in mijn keel. Omdat het best wel heftig en interessant. Ja, niet heftig emotioneel gezien. Ja. Maar dat het gewoon toch wel vertelt. Het komt dichtbij natuurlijk. Het komt heel dichtbij. De verhalen van mensen komen altijd dichtbij. Ja, en er is één verhaal van Leenert den Hollander. Dat was een Noordwijkse Engelandvaarder. Die is vertrokken richting Engeland in 1943 samen met zijn neef. Om uiteindelijk dienst te doen bij de Koninklijke Marine. Hij vocht in een vliegtuig. Want de marine had op een gegeven moment ook een Dutch Squadron in Engeland zitten. 320ste Squadron. En hij krijgt een relatie met een meisje in Engeland. En die schrijven brieven over en weer. En die brieven heeft ook Aaron kunnen gebruiken. Ja, dan kippenvel over je armen als je dat dan leest. En uiteindelijk komt den Hollander op 20 juni 1944 om het leven doordat zijn vliegtuig neerstort in Normandië. En dan krijgt zo'n brief een hele andere lading. En dan, we hebben nog een poging gedaan om te gaan zoeken naar familieleden in Engeland. Daar is Mark goed in. Ja, dus we moeten Mark weer gaan inschakelen. Ja. En dat maakt het zo levend en dat maakt het zo tastbaar. Dus ik zou zeggen, iedereen komen. Was het niet moeilijk voor hem om, want de film mag maar zo lang duren. En hij heeft natuurlijk heel veel gesprekken en heel lang. Om dan het juiste eruit te halen. Ja, er zit een rode draad door het verhaal. Oh, en men wil toch het hele verhaal vertellen over Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog. Of Noordwijk en bezettingstijd. Ja. En daar heeft Aaron ook wel zich goed aan gehouden. Om het zo te doen. Heel knap. Heel knap. Want het kost heel veel tijd. Zeker. Om zo'n film ontzettend veel tijd. Dus vrijdag 29 april om 2:30 'smiddags in de Muze. Ja, en kaarten zijn ook nog via de Muze beschikbaar. Ja, of je kan gewoon ook daarnaartoe. Of langslopen, jou. Of langs. Ja, en dan jij de lezing 5 mei in de Audi Roenskerk. 7:30 binnenlopen, 8:00 beginnen. Ja. Gratis vaak. Gratis, zeker. Ook zo leuk, hè? Willen we allemaal van jou Dat horen. Is altijd altijd. We hebben misschien al een klein voorproefje nu gehad, wellicht. Nou, of ga je de andere kant uit? Ik ga de andere kant op. Onderbelichte onderwerpen, dus. Onderbelichte onderwerpen, oké. Okay. Nou, dan kom je vast nog een keer voor terug na de lezing dan. Dat we toch die onderwerpen ook hier op beeld vereeuwen. Graag zelfs. En jouw verhaal daarbij. Ik dank je weer voor vandaag, Koen. En ik dank u thuis voor het kijken. Dit was Bollestreek van Toen. Tot volgende week.